deze allerlaatste persconferentie van het huidige seizoen hier op Schiervelde. Wedstrijd vanavond gespeeld tussen Roeselare, Woluwe. Eindstand 1-1. De kaarten even aan met Gabi Dumanet en bezoekend trainer Felice Matsu. Felice, ik geef u als eerste het woord. Français. Voilà, je pense que mes joueurs méritent largement le point. Je pense qu'on aurait mérité plus. Je pense que le match a été faussé par l'arbitrage. Je pense qu'il y a eu beaucoup de nervosité par manque de prise de décision, par des mauvaises décisions. Donc cette agressivité qu'on a vue sur le terrain et l'agressivité qu'il y a eu après le match, c'est une preuve aussi que mes joueurs ont envie d'aller au bout de cette saison et que même si on est sauvé, ils veulent bien terminer cette saison. Donc je ne vais pas dire que j'excuse le comportement, mais en tout cas, c'est une mentalité qui montre que pour des petits amateurs, ils ont envie d'aller au bout. Ok, merci. Gabi. Ja, inderdaad, we hebben een zeker de eerste helft zo wat een les gekregen in mentaliteit. Dan moet ik hun toch een pluim geven, want die hebben heel wat mentaliteit getoond op het randje af soms. Ik moet zeggen dat ze af en toe wel overgegaan zijn. Nu, ik ga niet over de arbitrage spreken, want dat vond ik niet bepalend in de wedstrijd. Maar ik vind wel dat wij een mooi punt behaald hebben. Zeker als je weet dat, welke mensen wij mankeren vandaag. Lutin was heel sterk bezig, Vraar gebaard. Dat zijn in onze selectie toch wel jongens die van waarde zijn en die van grote waarde zijn. En die zijn toch behoorlijk vervangen geweest. Maar nu zaten wij echt met een selectie aan de limieten. Dus er zat eigenlijk voor ons heel weinig spoeling. We zaten al met 3 aanvallende spelers op de bank. Dus dat geeft u echt weinig mogelijkheden om in te grijpen. Maar we hebben het toch gedaan aan de rust. En dat durven heeft ons een punt opgeleverd. En dat was zeker met het betere spel, met een betere mentaliteit, toch wel een pluspunt. Nu, ik moet zeggen, ik vind Woluwe echt wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. We hadden daar 4-6 tegen. Het resultaat geeft ons... vandaag had ik de indruk dat wij het maximum gehad hebben. Als iemand 3 punten verdiende, was het Woluwe. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Alleen de manier waarop, zo het randje af, het duiken, het duwen, dat had zo'n beetje een effect dat we niet moeten hebben op een voetbalveld. Maar goed, het toont hun wil om te winnen. Het toont hun gezonde agressiviteit. Het toont hun... pas op, dat zijn geen kleine amateurs, zoals mijn collega hier naast mij zegt. Dat zit heel veel kwaliteit, heel veel ervaring in die ploeg. Ervaring die wij op bepaalde posities niet hadden. Maar dit zijn wel wedstrijden die ons veel ervaring geven. En er zijn jongens die vandaag voor de eerste keer meegedaan hebben of toch hun eerste wedstrijden meedoen, die daaruit toch heel veel kunnen leren. En dan is het echt wel aangenaam om tegen zo'n tegenstander een punt te pakken. Want een punt pakken, dat was van goud waarde vandaag. Hè. Niet alleen voor het klassement, want daar speelt het niet meer om. Het gaat hem gewoon om de mentaliteit en de weerbaarheid in de groep. Want we hebben ook gezien dat we een mindere eerste helft gespeeld hebben. Maar dat is ook normaal, want we hebben heel de ploeg wat door elkaar moeten gooien. En als je een De Klerk uit het middenveld moet gaan halen en Bram op het verdedigen op het middenveld moet gaan zetten. We hebben te veel wissels moeten doen om te zeggen van nu ga je echt een vloeiende eerste helft spelen en een vloeiende wedstrijd spelen. En als je dan tegen een strakke organisatie, een agressief goed verdedigend geheel, snel ook in de omschakeling speelt, dan heb je problemen. Dat is juist. Maar ik denk dat we nu toch moeten stoppen met negatief doen, want tegen zo'n ploeg een punt halen met onze ploeg die we hebben, dan moeten we, dat is voor ons een eigenlijke overwinning. We moeten hier thuis toch wel toegeven dat we hier bij momenten heel moeilijk hebben gehad. In die momenten hebben we geen doelpunt tegengepakt. Dat wil zeggen dat we daar ook een aantal loepzuivere kansen van hun blokkeren. Maar goed, dan is het geen loepzuivere kansen die dan kan geblokkeerd worden. Maar die mentaliteit die was er en dat is een pluim voor de spelers. Moet ook de supporters aan de kant terug blijven steunen. Dat is heel mooi. In het seizoen waar we toch iets punt of 6 misschien meer hadden verdiend. 6 of 8, want we hebben niet altijd gekregen wat we recht op hadden. Maar vandaag was dat verdiend puntje, maar...
Wolen had misschien een puntje mee verdiend, of twee puntjes mee verdiend. Oké, goed. Meestal op het einde van de rekening wordt dat rechtgezet. En ik moet zeggen, vandaag zijn we tevreden met dat punt. En de manier waarop de wedstrijd, dat we dat terug aangepakt hebben, de tweede helft, was aangenaam.